Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er zijn grote verschillen in het land. In het noorden is afgelopen nacht dichte mist ontstaan. De mist zal de komende uren geleidelijk aan verdwijnen, dan breekt af en toe de zon door. Maar in het midden en zuiden van het land blijft de bewolking gesloten en valt af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt vanmiddag 11 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. En vanmiddag blijft het wolkendek geheel gesloten en valt er lokaal wat lichte regen of motregen bij niet al te veel wind vanuit het zuidoosten. Vanavond klaart het soms op, blijft het op de meeste plaatsen droog. In opklaringen kan lokaal opnieuw mist gaan ontstaan. En morgen in de ochtenduren kan het lokaal nog mistig zijn. Verder zijn er overwegend veel wolken. Af en toe breekt de zon door en het wordt net als vandaag 15 tot 17 graden. De dagen daarna blijft het rustig najaarsweer. Met op vrijdag overwegend veel wolken, maar wel droog weer. In het weekend is er meer ruimte voor de zon en dan blijft het vrij zacht met temperaturen van 15 tot 17 graden. Ik ben Diane Boei van Weerplaza.nl.